Wow, ik heb gewoon... Oh mijn god. Yo, ik ben Kai. En ik ben Kai. En vandaag gaan we beginnen met een blindspot. En Kai is de lul. Inderdaad jongens, in blindspot gaan we elkaar voor het blok zetten. Kai in dit geval, die gaat een blinddoek bij mij omdoen. En dan gaat die blinddoek af en dan moet jij je zien te redden. En jij hebt als het goed is een opdracht voor mij verzonnen. Daar word ik afgedropt en dan moet ik wat gaan doen. Maar voordat we gaan beginnen, abonneer even op ons kanaal en mis geen enkele video. Dat moet je sowieso doen. Ik heb iets leuks geregeld voor Kai. Hij gaat straks live op 3FM de uitzending van Damien Verschuren overnemen. Hij weet van niks. Het draait straks om hem. Geblinddoekt er wel, gaat hij daar naartoe. Blinddoek gaat af en Kai, zie je maar te redden. Ik ga Damien Verschuren even facetimen om te vragen wat we precies gaan doen en wat we kunnen verwachten. Hallo! Hey Damien! Hey Kai! Hoe is het jongen? Nou goed, we gaan er met jou. Ja goed, ik ben niet gespannen, maar ik denk mijn collega straks wel. Waar moet hij straks op gaan letten? Nou, bij de radio draait het natuurlijk bij 3FM tenminste om muziek, dus hij moet ook wel wat muziek gaan aankondigen. Maar niet zijn eigen muziek hoor, want dan krijg je allemaal van die gekke hardrockmuziek. Die pokkenherrie. Bah, er zit niemand op te wachten. Gewoon dingen die iedereen leuk vindt. Ja, precies. Ik vind heel belangrijk dat Kai zometeen hier op mijn stoel komt zitten. Mm. En dan ook echt doet wat ik normaal ook doe. Ja. De avond is voor jou, moet er sowieso in zitten, die tekst. Oké. Okay. Dat zijn de ingrediënten die er wel in moeten zitten straks. Ik ben benieuwd. Oké, okay, top man. Doeg. Gezellig. Joep. Hoi. Hij zegt dat hij zich overal uitredt en dat mag hij vandaag gaan laten zien. Oh, ik heb hier echt geen zin in, man. Oké, okay, draai even om zo. Ja. Zie je wat? Ik zie geen fuck. Weet je het zeker? Ja. Ik heb echt volgens mij echt in mijn gezicht gaan slaan, jongen. Nee. Oké. Okay. Hij mag niet meer af vanaf nu. We gaan de auto in. Jezus. Zo. Ik kondig even wat aan voor dat ja, je dat ja, doet. Sorry, joh. Ja, helemaal goed. Ja, het is wel echt jammer als je ziet waar we naartoe gaan. Ik kan echt geen fuck zien. Hoe weet je waar je ergens heen moet rijden als je de navigatie? Nou, ik weet ook hoe ik daar moet komen. Ik hoop dat je er net nog niet zat bent, want we zitten er lang in, kan ik je vertellen. Weet je, kan ook gewoon het stuur trekken. Nee, nee, dat moet je nu niet doen. Oké. Dan zit je echt op gevaarlijk terrein. Ja, het is in ieder geval een beetje donker aan het worden nu. Ik zweer het, jongen, als het iets zo ergs is, ik neem je echt mee in mijn graf in. Waar gaan we heen? Ja, als ik dat kan vertellen. Even kijken. Even kijken hoor, man. Ik ben zo benieuwd. Ja, dat snap ik. Ik ben niet eens bang. Ik ben gewoon zo benieuwd. Oké, jongen. Dit moet het dan volgens mij zijn. Gast, we gingen een uur rijden. Mm-hmm. Oké, geef mij een hand of een arm. Ding, waar ben ik? En dan ga ik je straks ineens loslaten. En dan? Ja, dan zie je het vanzelf. Ik pak even deze arm weer vast, want we gaan een afstapje, 1, 2. Hoppa! Dan zijn we in het parkeergarage. Ik kan helemaal niks loslaten. Je gaat geen fucking pepperspray roken, daar heb ik zo geen zin in. Ja, er gaat zometeen iets gebeuren hier op de radio. En ja, ik zou willen zeggen dat ik er zenuwachtig voor was. Maar dat is eigenlijk niet echt waar. Ik kreeg vorige week een berichtje van Concentrate. Dat is een YouTube-kanaal. En Concentrate heeft iets leuks bedacht, dat namelijk het format Blindspot. Dus zometeen heb ik hier in de studio Kai staan. En Kai is een van de presentatoren van Concentrate. En Kai, die kan ik nu zien staan op de parkeerplaats van 3FM. Met een blinddoek om. En een koptelefoon op, zodat hij totaal geen idee heeft van waar hij is. En vanavond moet hij dus opeens uit het niets hier met een openstaande microfoon en een aflopend liedje, namelijk Ex-Ambassadors met Renegades, radio gaan maken. Ja. Oh. Hey man, ik kan niet pissen hier. Pissen, kom op. Ik ben te bang. Je hebt toch geen watje? Ik ben te bang. Een echte vent kan overal pissen. Ja, ik niet. Ach, een straaltje. Ja. Maar hij is klaar. Heel klein straaltje. Ja. Alright. Ik ben echt tering zenuwachtig. We zijn er bijna. De deur gaat nu open. Ja. Stilstaan. Laat je nu los. 1, 2. Zo Kai, veel succes. Hey, Kai. Yo. Ik ben te live 3FM, succes. Licht aan het eind van de tunnel.
Wacht eventjes hoor. Ik weet echt niet wat hier gebeurt op het moment. What the fuck? Oké, wacht, ik heb een briefje voor me. Sorry mensen. Hoi en welkom in de studio van 3FM. Oh, dat moet ik zeggen. Nee, wat? Oh, ik snap het niet meer. Oké, ik ben blijkbaar in de studio van Domien. En ik moet nu de radio gaan presenteren, terwijl ik echt geen idee heb hoe dit werkt. Ik zie allemaal knopjes voor me. Wat is hier wrong? Ik moet echt even mijn jas uitdoen. Oké, microfoon. Dat ben ik. Hé, daar was ik even weg. Oké, dat ben ik. Telefoonlijn. Muziek. Blijf praten. Oké, ik moet blijven praten. Dat ben ik nu aan het doen. Achtergrondmuziekje. Start. Kai. Wow, ik heb gewoon... Oh mijn god, je hoort gewoon Kai. Zo. Nou, sorry hoor jongens, maar dit is echt eventjes schrikken. Maar ik heb nu wel lekker groovy muziekje toch gevonden. Vind ik wel lekker. Oké, ik denk dat ik gewoon een muziekje voor jullie ga afspelen. Als ik volgens mij deze knop druk, dan gaat er wat gebeuren. En dan in de tussentijd dat het muziekje afspeelt, krijg ik vast wel sms'jes binnen en dan vogel ik het wel uit. Dus dat ga ik nu doen. Stop het achtergrondmuziekje, doei, en start het muziekje. I challenge you to a dance. What the fuck? Kai, heel snel. Hoe vind je het? Ja, ik ben echt helemaal flabbergasted. Fuck, wat is dit? Oh, dit snap je toch niet? Ja, ik vind het gruwelijk, maar ik ben echt bang dat ik het helemaal ga flutsen. Maar Frankie, I don't give a fuck, weet je, want jullie zetten me hier neer. Ik vond de eerste minuut vond ik niet slecht. Oké. Maar er zijn wel, oh je ziet hier, oh shit. 500.000 luisteraars weggeklikt. Ja. Shit. Ja, dat moet echt beter. What the fuck gebeurt hier? What the fuck gebeurt hier? Je eerste blindspot, jongen. Ja. Ja, dat, ik heb toch geen idee wat er gebeurt, jongens. En welke plaat is dit? Macklemore met Dance Off. Dance Off? Ja. Nou jongens, dat was Macklemore met Dance Off. Super vet nummer. En blijkbaar kon je ook kaartjes winnen voor zijn concert. En ik heb de winnares, of winnaar heb ik nu aan de telefoon. Ik zoek even een knopje om haar omhoog te zetten. Ik spreek met helemaal niemand blijkbaar. Ik heb een lijntje hier omhoog. Oh, verkeerde lijn! Hallo, met wie spreek ik? Hoi, met Iris. Hallo Iris. En Hoi. Jij hebt kaartjes gewonnen voor Macklemore blijkbaar. Oh. Gefeliciteerd. En ik zet er lekker muziekje bij aan. Alsjeblieft. Ga even lekker met je vriendjes of vriendinnen naar Macklemore. Of het is een kaartje voor jij alleen. Dan moet je het lekker weten. Ik weet het ook niet allemaal. Maar ja, hele fijne dag nog in ieder geval Iris. Dankjewel. Ik ga je spreken. Fijne avond. Jezelfde, doei doei. Zo, die is weg, volgens mij. Ja, heel eerlijk had ik de hoop dat hij iets meer zou crashen dan hij nu gedaan heeft. Het is natuurlijk gewoon een lefgozer met zo'n back. En die back die zet hij ook gewoon op de radio. Dat maakt helemaal niet uit. Het rode lampje gaat branden en hij gaat gewoon lullen. Maar hij heeft wel gelukkig nog iets van moeite met de techniek. Dus dat vind ik wel lekker, dat hij nog een beetje die struggle heeft. En volgens mij vond het ook echt doodeng. Dus dit is geslaagd. Weet je wat dus jammer is aan geen radio-dj zijn? Is dat je niet weet of het nou Kids met Radio Eliza was of Radio Eliza met Kids. Maar dat maakt voor de rest niet uit, want we gaan eventjes praten met Domien en Kai, ook van Concentrate. En daar heb ik heel veel zin in. En ze zitten hier bij mij aan tafel. Hé, jongens. Hallo. Hoi. Hoe is het ermee? Goed. Ja? Ik ben beter aan jou vragen. Ja, met mij gaat het perfect. Gaan we lekker, toch? Ja, het gaat zeker lekker. Ja, je hebt het wel lastig mee. Hè? Je moet hier heel veel zitten. Nou, dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Maar okay. Nu krijgt hij weer een grote mond. Hè? En dat is ook de reden waarom we hem hier hebben neergezet. Omdat hij al zo'n grote mond heeft. Ik red me overal uit. Hij is nog geen minuut binnen en hij denkt dat hij de radioshow over kan nemen. Maar dat komt ook door de lieve luisteraars. Dat ze me zoveel moeten in praten. Domien, zou ik jou heel gelukkig maken als ik hier nu gewoon nog een liedje ga afspelen. En daarna snel weer wegga? Nou ja, mij niet per se, maar mij wel. Liedje... moet ik nu een nieuw nummer afspelen of zo? Op het knopje van de muziek drukken. Op het knopje van de muziek drukken. Nou, komt die jongens. Major Lazer met Light It Up. Here we go. Hoppata. Lekker geweten, hoor. Dankjewel. Hij heeft het gered. Super goed gedaan. Holy shit. Ja, maar echt. Geef even een knuffeltje. Oh, wat een ervaring. Heb je hem gehad? Ja. Ik zeg ja, je hebt gelijk. Toen ik hier voor het eerst, toen ik net hier voor het eerst stond, ik had geen idee wat me overkwam. Goed zo. Ja. Oh, maar het was wel echt eventjes... Maar kun je je voorstellen dat alles wat je net zei... Hoeveel luisteraars zijn er, Domien? Kan je dat zeggen? Dat weet ik echt niet. Maar wat is een beetje gemiddeld? Rond de 200.000, denk ik. 200.000 mensen even live die jou hoorden straks. Waar ik het meest blij van werd, en ik snap nog steeds tot nu toe... Ik denk er de hele tijd over na, ik snap niet waarom... is toen ik die eigen naam jingle van mij hoorde. Hoppa! Lekker hoor.
Ja, dat is toch vet. Ja, als we het doen, dan doen we het goed natuurlijk. Ik wou net zeggen. Nee, maar serieus, als op het moment dat iets mij zo laat stralen, dan ga ik toch wel echt even denken, nou, misschien moet ik dit wel voor de lol gewoon gaan doen als hobby. Nee, je bent welkom. Ja, als je nog eens een keer een uurtje wil komen prutsen. Ja, graag. Wees welkom. Ik vind het echt heel leuk namelijk. En dat had ik van alle dingen die ik vandaag gedacht dat ik ging doen, had ik dit echt als laatste gedacht. En daarnaast nog had ik nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Jongens, ongelooflijk bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou zo vet als ik het vond? Want ik vond het oprecht van mijn koude hartje zo ongelooflijk vet. Doe dan een duimpje omhoog, dat zou ik heel tof vinden. Ja, niks meer aan toe te voegen. Het was jouw show. Goed gedaan. Abonneer ook nog even. Sluit hem even af. Wow. Ik druk gewoon mis op de knopje. Kai. 3FM.